Het was kerstochtend, eind 2020. Ik weet het nog zo goed. De IC lag alweer vol. En Rutte zei dat we niet samen mochten komen. En als we lief thuis bleven, dat de lockdown snel verdween. Hij wist ook niet wanneer het vaccin zou komen. Hij zou het Hugo vragen, maar omdat hij bezig was. In die klote toren moest ik maar een uurtje goed naar het vaccin gaan zoeken. Misschien dat hij daar wel lag. Maar hij had het land toch goed slot gedaan. Zoals hij dat elke dinsdag deed. Ik had de vorige lockdown zelfs een test gedaan. Ik weet ook niet waarom ik dat deed. Ik had heel lang voor de buis gestaan alsof ik wist wat ik nu weet. Het was eerste kerstdag. Eind 2020 bijna het vaccin rotzoeken. Iedereen zocht mee bij de dozen vol met kapjes, maar niet in die klote toren, want daar kon die toch niet liggen. En ik schudde nee. We zochten samen, samen tot de persco. Rutte deed weer eens een persco, maar ik keek hem niet. Ik dacht dat vaccin wat de lockdown zou doen stoppen. Mijn hoofdje stilgebogen, dikke tranen van verdriet. Maar hij had het land toch goed slot gedaan. Zoals hij dat elke dinsdag deed. Ik had de vorige lockdown zelfs een test gedaan. Ik weet ook niet waarom ik dat deed. Ik had heel lang voor de buis gestaan alsof ik wist wat ik nu weet. Het was tweede kerstdag, eind 2020. Hugo weet het nog zo goed.